Eieren zijn namelijk gezond. Nou, het staat in de krant. Precies. 1 en 1 is 2. Hoe dik zijn de dijen van Jolante? Onze verslaggever Tom ging op jacht. De hele nationale pers heeft zich hier vanavond verzameld omdat de meest sexy vrouwen van Nederland hier over de rode loper komen zometeen. Het is een heerlijke zomeravond vanavond, dus ik hoop erop dat ze extra bloot opkomen dagen. Zijn jullie genomineerd? Ik. De moeder van Jolante van Kasbergen. En dan zien jullie hoe Jolante er over 30 jaar uitzien. Lisa, wat zie je er ontzettend mooi uit. Nou, dankjewel. Kun je eens een rondje draaien? Ja. Centerfold. Is dit de pose van de FAM? Nee, niet helemaal. Wat is dan de pose van de FAM? Kun je die nog eens nadoen? Sexy. Ja. Kun je even wat dichterbij komen staan nog? Ik wil even weten wat jullie op hebben vanavond. Wat we op hebben? Wat bedoel je? Luchtje of drank? Lucilla. Ik las 2 uur geleden nog op je Twitter dat je niet wist wat je aan ging trekken, maar het is dus wel gelukt. Ja, ik heb wel wat gevonden en uit de kast getrokken en ik ben niet naakt, dus het is gelukt. Kijk naar die dijen, fantastisch. Hey. Hallo. Jij doet mee aan Mary Poppins, maar jij ziet er een beetje uit als Mary Poppins. Ze heeft ook mijn kleur aangetrokken, zie je dat? Oranje. Hier zijn de Gooise meisjes. Je zou zeggen dat die toch genoeg te eten krijgen thuis om lekkere dikke dijen te hebben. Pauline, hoe is het om genomineerd te zijn? Ja! Nee, niet ja. Hoe is het? Ja, leuk! Is hij genomineerd, Gordon? Volgens mij niet. Best een lekker wijf. Gordon, hoe heet je hond? Rison. Hoe wist je dat mijn lievelingskleur geel was? Nou, dat wist ik niet. Is dat serieus zo? Ja. Ga je ook van bananen? Ja, daar is de grote ster van de avond, hoor. Jolante! Jolante, ik hou van je! Zie je er mooi uit? Dankjewel. Mis je Wesley al? Ja, heel erg. Jolante, ik zie je zo binnen, oké? Ik word nu echt van alle kanten belaagd. Het is echt verschrikkelijk. Oh, hoe voelt dit? Kom, we gaan naar binnen. Vind je het eng? Nee. Je bent wel gewend. Ik vind jou helemaal niet eng. Kijk nou, kijk die benen hier, jongens. Fantastisch mooie benen. Dus we gaan naar binnen. Achter Jolante aan. De rode loper is geweest. Tijd voor het echte werk. Billen meten. Oei, jai. Dikke heupen zijn goed voor de gezondheid. Ja, dat heb ik gelezen, ja. Ja. Heb je er iets van aangetrokken? Nou, eigenlijk niet. 90. De perfecte maten, zeggen ze, hè? 90 borsten, 60 taaien, 90 heupen. Heb je gehoord dat vrouwen met brede dijen veel langer leven dan vrouwen met dunne dijen? Is dat zo? Ja. Stond deze week in de krant. Wetenschappelijk onderzoek. Heel breed, toch? Nee, gewoon mooi breed. Wel mooi breed, ja. Ik heb een meetlint bij, hè? Mag ik even kijken? Nee. Ben jij helemaal gek geworden? Oh god, wat gaat er nu gebeuren? Buik en houden. Ik vind nog iets dun. Ik heb even iets voor je. Nee, maar welke vind je het lekkerst? Ah, die zit er lekker. Ik hou van wit. Ik hou van bruin. In mijn optiek voldoe jij helemaal aan het schoonheidsideaal van 2009. Wat vind je daarvan? Wat is het schoonheidsideaal van 2009? Niet zo graadmager, maar gewoon lekker gezond. Heb jij gehoord dat vrouwen met brede dijen veel langer leven dan vrouwen met dunne dijen? Ik heb wel gehoord dat ze gezondere kinderen waren. Slimmere kinderen. Ik zie hier een meisje wat heel lang gaat leven volgens mij. Jolante, Beyoncé, Shakira. Wat meer houtwas, weet je. Wat meer vlees. Wat vind je daarvan? Ik ben voor, dat snap je. Dat spreekt voor zich. Er zijn hier 2 uitreikingen vanavond. En nu gaan we kijken wie het aanstormend talent is. En eentje voor alle meest sexy vrouwen van Nederland. Jolante heeft vanavond voor de 3e keer gewonnen. En ik mag er nu 3 minuten lang interviewen. Hoi Jolante. Ben je daar weer? Ik vind dat jij voor alle vrouwen de weg hebt gepleit met een nieuw schoonheidsideaal. Namelijk niet graadmager, maar gewoon lekker gezond. Ja, ik ben blij met mezelf. En ja, ik heb heupen, ik heb borsten, ik heb een kont. En daar ben ik wel trots op zich. Kan je die bloemen even aan de kant leggen? Mag ik heel even kijken hoe het bij jou staat? Ja, jongens, iemand moet het doen. 105 centimeter, dit is geweldig. Kijk, ja, nee, dit is geweldig. Kun je nog heel even naar de camera Beyoncé move laten zien? All the single ladies. Oh yeah. 105 centimeter, Jolante, beter dan dit wordt het niet. Gezond, vol slank, fantastisch. Mijn schoonheidsideaal in ieder geval. Jolante, mag ik nog 1 zoen van je voor je weggaat? Ja hoor, schat. Gefeliciteerd. Dankjewel. Daar gaat Jolante terug naar Wesley. Ze heeft het weer eens bewezen. Dikke billen zijn niet alleen verdomde gezond, maar ook nog eens heel sexy. Jolante, tot ziens.